Goedemorgen beste mensen, mijn naam is Ruud Zondag en ik kom hier ook werken zeg maar. En dat is vanaf vandaag. In de afgelopen dagen ben ik hier toch al wel een paar keer geweest. En met name op de werkvloer om eigenlijk mezelf een beetje te oriënteren en gevoel te krijgen voor wat deze geweldige grote luchthaven eigenlijk gewoon voor een dynamiek met zich meebrengt. Daar heb ik ook wel gehoord dat er een hoop mensen zijn die de afgelopen, afgelopen 2 jaar, dus corona afbouw en vervolgens de opbouw die vrij tumultueus is verlopen, kunnen we wel zeggen, dat die wel zijn tol heeft gevraagd van veel mensen. En dat merk je ook. Er is een zekere vermoeidheid denk ik ook op dat gebied. Ik ga proberen een beetje energie aan dat proces te geven door jullie te ondersteunen. Maar tegelijkertijd wil ik ook meteen even zeggen dat ik in de toekomst, dus de communicaties die ik ga doen, maar niet alleen tot wat misschien traditioneel het kantoorpersoneel van Schiphol is te richten. Maar ook juist op al die mensen, die duizenden mensen, de beveiligers, de schoonmakers, de bagageafhandelaars, die hier ook allemaal werken. En die een verlengstuk zijn van de kwaliteit van ons 5-sterrenbedrijf richting die passagiers en richting de luchtvaartmaatschappijen. En dat zal ik blijven doen, omdat ik denk dat dat de enige manier is om in het hele systeem de energie los te krijgen die ervoor nodig is om deze enorme klus, want dat kunnen we wel zeggen, te gaan klaren. Om met z'n allen weer een flawless of een vloeiend passagiersbelevingsproces hier te krijgen. De richting die ik in ieder geval wil geven is dat we het wel samen moeten doen, maar wel in een no-tempo en met echt gevoel en oog en hart voor executie. Strategie is belangrijk, dat weet ik allemaal wel. Maar in dit geval, bij deze omstandigheden op Schiphol, gaat het uiteindelijk om de executie. En dat moeten we samen doen. Samen doen met al die partners en daar rekenen onze klanten en onze luchtvaartmaatschappijen die zaken met ons doen ook echt op. Als je samen iets gaat doen, dan is dat eigenlijk alleen maar succesvol als je er ook echt bij hoort. Dan heb je dus het gevoel dat andere mensen zich ook interesseren voor jouw problematieken. Of dat nou de roosters zijn, schone werkruimtes, goede koffie en dat soort zaken. En ik heb het idee dat we misschien bij Schiphol een beetje te ver zijn afgewaaierd van het distribueren van kernactiviteiten naar derden toe. En zelf eigenlijk niet meer precies beseffen als Schiphol. Wat speelt daar eigenlijk in die wereld? Wat vinden die mensen eigenlijk belangrijk? En daarom adresseer ik me ook tot hun. Ik vind het dus heel belangrijk dat wij beginnen te begrijpen, beter beginnen te begrijpen dan we wellicht voorheen deden. What makes people tick to work here? Wanneer vinden ze het leuk? En wanneer geven ze de extra mijl aan ons? Ja, dus een duurzame luchthaven begint natuurlijk gewoon met het duurzaam omgaan met je mensen. Veel mensen denken aan energiebesparende maatregelen of afval sorteren en dat soort dingen. Maar de basic is duurzaam, netjes met je mensen omgaan. Kijk, wij hebben die mensen uitbesteed, die kernactiviteit uitbesteed. En toen ging het niet meer goed daarna. Dan kun je niet zeggen van dat is niet onze zaak. Wij zijn er niet van. Ik zeg, wij zijn ervan. Wij zijn echt daarvan. En wij gaan het ook echt oplossen, samen met die partijen. En ik vraag u allemaal om die mental shift van we zijn er niet van, naar we zijn er wel degelijk van, om die met mij te maken. That's half the battle. We gaan het samen doen. Inlevingsvermogen, respect, duurzaam omgaan met mensen. En samen een product maken waar iedereen gewoon berentrots op is. Zodat iedereen hier ook weer graag wil werken. En als passagier wil komen. En dat al die luchtvaartmaatschappijen die zaken met ons doen, dat die ons allemaal een team met de griffel geven. Daar zitten we nu niet, maar daar gaan we wel naartoe. Er zijn dan ook mensen die zeggen, ja, je komt maar een jaar. Dat is best kort. Daar kan je veel dingen van vinden, maar ik vind er het volgende van. Als het ons in een jaar niet lukt om dit systeemdenken om te zetten, dan lukt het ons in 4 jaar ook niet. En ik garandeer u, u heeft niet meer tijd, en ik ook niet, dan een jaar. En dat is de reden waarom we het ook moeten doen in een jaar. En sluit je aan, dan gaan we het ook gewoon doen. En ik heb er heel veel zin in.